En dan gaan we verder met Ellen. Ellen is docent op Zadkine, maar ook Trendwatcher, eigen bureau, bij Orlili gewerkt, zag ik, en meer. En nou ja, zij neemt ons mee in ieder geval ook in het project wat ze hier gedaan heeft voor ons. En in andere dingen van fashion en toekomst en dergelijke. Dus veel plezier. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Inderdaad, mijn naam is Ellen Hazer. Misschien toch nog even wat nadere toelichting. Ik ben zelf voorstellen. Ik ben eigenlijk al meer dan 40 jaar in het vak mode, de modebusiness. Ik noem het tegenwoordig eigenlijk het modelandschap. Met heel veel passie. Ik heb eigenlijk vanaf het begin, toen ik van de academie kwam, ben ik eigenlijk vanzelf gerold in. Ik ben begonnen met badkleding. Maar heel snel inderdaad met een eigen bureau, Valk en Hazer. En we praten dus over het begin jaren 80. Waarbij mode, echt mode, eigenlijk pas zich ging ontwikkelen in de zin van dat we toen, en misschien dat u dat wel herkent, de Mac & Maggie's kwamen en de Foxy Fashions. En dat was echt eigenlijk het begin van dat mode ook werkelijk bereikbaar was voor heel veel mensen. Als je het natuurlijk nu vergelijkt met de prijzen van nu, van de fast fashion, was dat toen eigenlijk heel duur. Maar goed, we weten dus ook waarom dat was. In ieder geval in die tijd, in de jaren 80, was het dus ook heel belangrijk dat mensen, bedrijven in dit geval, eigenlijk inderdaad te weten, die wilden gewoon weten wat is er aan de hand, wat gaat mode worden. Afijn, in de jaren 80 ben ik dus dat gaan doen en heel internationaal ook en eigenlijk al heel snel ook voor grote fiber companies, dus eigenlijk bedrijven zoals DuPont, de Nemours, die dus vezels maakten. En nog steeds overigens, nu wat minder in het nieuws, maar in ieder geval grote bedrijven waar eigenlijk het net ook over gegaan is. Kortom, die vezels, dat is eigenlijk het begin, dat is de grondstof. Ik heb me eigenlijk door die, eerst 25 jaar met heel veel concepten en inkoopcombinaties en noem maar op, dus van vezel tot aan het eindproduct bezig houden. En op een gegeven moment was het eigenlijk een keuze of je wordt manager van een groot bureau. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo bij me passen. Dus toen ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar het product. En toen ben ik eigenlijk heel intensief, weliswaar heen en weer reizend, want ik heb ook gelukkig een man en kinderen, ben ik gaan reizen tussen India en Nederland. Heel veel gewerkt in India, ook met mensen, uiteraard gewerkt, maar ik bedoel van craft, van hele kleine, maar heel gezonde en goede fabriekjes tot groter. Maar toen dat inderdaad eigenlijk die fast fashion en de hele globalisering zich steeds meer ook ging, ja, gewoon dat die effecten zichtbaar werden in India ook, dacht ik van ja, hiervoor was ik eigenlijk niet gekomen. En toen ben ik weer heb ik mijn werkzaamheden weer verlegd. En toen dacht ik van ja, de wereld is anders geworden. De modebranche is zo aan het veranderen. Ik wil eigenlijk met die kennis en die passie en die kunde ook wel, wil ik eigenlijk heel graag betekenisvol inzetten. En ik had altijd al wel ook onderwijs, als men me vroeg om ook lessen te geven, dan wilde ik dat altijd doen. Vanuit de praktijk is dat gewoon hartstikke belangrijk. Dus aan de Design Academy enzovoort. Maar nu dacht ik van, ik ga echt inderdaad in het onderwijs, naast wel ook nog steeds mijn eigen toko te hebben. Omdat ik het eigenlijk heel graag wilde doorgeven en vooral ook met de nieuwsgierigheid die ik heb. En met die transitie waar we in zitten, nogmaals, in die modebusiness wilde ik eigenlijk graag een aandeel leveren. Heel lang verhaal, excuses daarvoor, maar toch, eventjes dat u weet wie heeft u voor zich. Hier op deze beelden zien we inderdaad, ik weet niet of jullie het kennen, de wasserij, dat is in Rotterdam-Noord. En inderdaad, ik ben dus in 2019 begonnen bij Zadkine, de Fashion College. En het is een mbo-opleiding. En ik ben daar gewoon voor één dag in de week eerst begonnen. Maar ik had al ras, gewoon met al die ervaring en die praktijk in mijn hoofd, had ik zoiets van, ja,
Dus er worden wel stages gelopen, heel belangrijk. Maar eigenlijk is het gewoon zo ongelooflijk belangrijk ook dat de studenten al heel snel in contact komen met het bedrijfsleven en dus met opdrachtgevers. En het mooie is dat we dus dat we hebben een subsidie aangevraagd en we zijn dus inderdaad in staat geweest om een ruimte in de wasserij te huren. En de wasserij is eigenlijk een broedplaats voor allerlei meestal jonge ontwerpers of jonge bedrijven. Het zijn niet alleen ontwerpers, het zijn ook mensen die theaterkleding maken of kostuums voor voorstellingen. Maar ook inderdaad twee dames die op een hele plantaardige wijze verven. Kortom, een heel actief gebouw, zou je kunnen zeggen. Een bedrijfsverzamelgebouw. En daarin hebben wij deze ruimte, die door een architect is ingericht, heel mooi. En multifunctioneel. En dat noemen we Studio Z. En de bedoeling is dus nogmaals dat we daar allerlei projecten uitvoeren voor het bedrijfsleven. Nou, daar kan ik natuurlijk van alles over vertellen, maar ik geloof dat ik een 10 minuutjes kwartiertje heb. Dus ik wilde maar meteen, uiteraard dan maar meteen ook gaan nu naar het project waarvoor wij ook zijn gevraagd, 2-3 maanden geleden. Of wij inderdaad als MBO Rotterdam aandeel konden leveren aan deze expositie. Ik vond het echt een geweldig initiatief. En uiteindelijk zijn we, omdat aanvankelijk hield ik ook nog een klein beetje de boot af in de zin van dat we ook niet, je kan wel van alles beloven en ik ken mezelf, ik ben super enthousiast, maar ja, het gaat uiteindelijk om de studenten, die gaan het doen. Dus uiteindelijk zijn we inderdaad bij elkaar gekomen en hebben gezegd van nou, voor de expositie kunnen we zeker aandeel leveren in de zin van deze 10 outfits. Of in ieder geval, eigenlijk zijn het schetsen, zou je kunnen zeggen, in stof. En we dachten van, we hebben het inderdaad over touw, we hebben het over de linnens, over vlas, dus over vezels die eigenlijk inderdaad geoogst ook kunnen worden. En eigenlijk zo bazaal dat we eigenlijk, dat we zeiden van, goh, waarom gaan we niet uit van jute en jute zakken? Dat is ook eigenlijk een heel overzichtelijk iets, ook voor de studenten. En je hebt meteen eigenlijk ook al hele mooie details. Dus het werd uiteindelijk van jutezak naar een goudpak. En een heel erg mooie titel die eigenlijk ook spontaan, en dat is het mooie van zo'n project. Uiteindelijk praten we over 4 à 5 bijeenkomsten. Onze studenten hebben dan 3 uur, zeg maar 3,5 uur per week kunnen ze dan aan het project werken. We moeten er nog even bij zeggen, dat is ook wel bijzonder dat we dus niet klassen, maar het zijn inderdaad verschillende jaren. Hè? Dus je hebt tweedejaars, derdejaars, die gaan met elkaar samenwerken en niet ook alleen de makers, dus de tailors, maar ook inderdaad de product coordinators. Dus ze werken allemaal samen. Je zou zeggen, hartstikke logisch, maar dat is in onderwijs eigenlijk heel bijzonder. Althans, dat gaat gelukkig nu wel meer gebeuren. Maar dat samenwerken heb je namelijk meteen als je in het bedrijfsleven stapt. Iedereen werkt dan samen. Dus wij vinden het niet meer dan logisch dat je dat ook al tijdens het onderwijs doet. Nou, wat we gedaan hebben, is althans met mijn studenten, onze studenten, het zijn echt doeners, dus die krijgen dan, als ze de jute zakken zien, dan willen ze meteen gaan beginnen. Nou, daar is op zich natuurlijk niks op tegen. Alleen, wij zijn ook wel heel erg van, en wij, dat is ook de maatschappij, uiteindelijk gaat het er niet alleen maar om dat je het doet om het doen. Het gaat ook inderdaad vaak om, van nou, waarom ga je iets doen en wat is het doel en wat kunnen we ermee, wat kan het ook betekenen. Dus uiteindelijk hebben we eerst geprobeerd nog een soort studie, hè, een beetje research te doen. En dit zijn inderdaad een aantal beelden van enkele van de studenten. En om dus zeg maar eigenlijk hen toch nog een pas op de plaats te laten maken, hebben we zeg maar deze opdracht ook voorgeschoteld. En gezegd van nou, ga dat materiaal nou eens gewoon even echt rustig voor je neerleggen. Ruik er ook aan. Overigens, dat was niet nodig, want je ruikt het meteen natuurlijk al. Maar hoe ervaar je dat nou, dat materiaal? En dus bijna een beetje mindfulness, zal ik maar zeggen, bij de jutezakker. En, maar dat pakte eigenlijk best wel goed uit. Ik moet ook wel weer bij zeggen dat het is ook een prachtig bij ons, althans, ja, dat heb je denk ik overal wel, maar in Rotterdam, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, het is echt een waanzinnige rijkdom aan culturen.
En dat is dus ook bij ons natuurlijk heel erg duidelijk in de klassen. Dat is echt ongelooflijk interessant. En ook vooral ook dan weer wat er eigenlijk allemaal vanuit de culturen ook meegenomen wordt, letterlijk en figuurlijk, van soms dingen heel erg niet willen. En sommige dingen die dan weer wel gewoon, hè, zeg maar, bij wijze van spreken geen probleemloos worden gepakt. En daar, soms is dat echt wel, voor tenminste ervaar ik zelf ook wel eens, dat ik denk, oh wauw, daar heb ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Hè, dat ze sommige dingen echt gewoon zo dan niet willen ruiken. Zo zijn we bijvoorbeeld vorig jaar ook trouwens, om inderdaad het hele duurzame natuurlijk meteen bij de eerstejaars ook binnen te brengen, naar de schapenboerderij geweest, de Nitwit Stable. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is in Baambrugge. Ja, dat is echt fantastisch ook, want daar, ja, krijgen ze dus te zien waar eigenlijk die wol, hè, die merino ook, waar dat nou uiteindelijk allemaal vandaan komt. En het is echt zo zinvol en zo leerzaam voor studenten, dat ze teruggaan naar de basis. Waar komt het nou eigenlijk vandaan en hoe worden die kledingstukken gemaakt? En dat is uiteindelijk ook wat ik persoonlijk ook denk, dat dat in ieder geval is ook mijn missie, van veel meer bewustwording creëren bij ons, hè, consumenten ook, van ja, maar hoe wordt het nou eigenlijk ook gemaakt? En dat hebben we natuurlijk net ook van Patricia gehoord, en wat er allemaal niet bij komt kijken, waardoor je ook veel meer besef krijgt van waarde. Wat is de waarde van een kledingstuk? Wat inderdaad, hè, net als met voedsel, wat is nou eigenlijk de waarde van iets wat je aantrekt en wat je steeds ook weer opnieuw aan kunt doen? Nou, uiteraard, echt, ze nodigen natuurlijk, hè, een jutezak nodigt zich natuurlijk enorm uit voor bewerking. Dus we hebben ook nog even aan de organisatie die ik echt wil complimenteren. Want wat ik wel meteen ook merkte was dat er echt professionaliteit en kwaliteit uitspreekt en sprak. En dat was echt voor mij echt werkelijk ook dat ik dacht van ja, we zetten onze schouders eronder. Ik ga me daar gewoon persoonlijk voor garant stellen. Want dat is echt heel belangrijk. En dat merken de studenten ook. Ja, zij kwamen daar niet meteen zelf mee. Of schoon met die, laten we zeggen, die mindfulness opdracht kwam het wel een beetje door. Toen ik ook schreef van, denk eens na, wat voor muziek zou daar dan bij passen. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk hele beroemde Gouwenaars. En dus vandaar ook dat we Jacoba van Beieren en Erasmus ook hebben verwerkt in de presentatie. En eigenlijk ook gedurende het gesprek wat ik had met Inge en Martine ook, was van uiteindelijk, en wat natuurlijk ook weer gecommuniceerd is met Michiel, niet vergeten, is dat inderdaad een kledingstuk wordt gemaakt vanuit patroondelen. Hè? En die patroondelen zijn eigenlijk platte vormen. En uiteindelijk wordt het, door het in elkaar naaien en dat er bepaalde vorm in komt door koepnaden en door plooien enzovoort, krijgt het natuurlijk een driedimensionaliteit. En we willen namelijk, de organisatie hier in deze Gouda Maakt, gaat natuurlijk niet alleen om de historie of om het nu, maar het gaat ook om de toekomst. En wat daardoor ook naar voren kwam, was dat er ook een virtuele mode op komst is. En dat virtuele, dat wil dus zeggen dat je dat op een scherm bekijkt, hè, weer. Dus eigenlijk op je telefoon of op uiteraard een scherm zoals we hier ook zien. Dus in feite is dat weer een plat ding waar je wel die kleding driedimensionaal gaat zien. Ik ga er even een voorbeeldje van laten zien, eigenlijk twee. Nou hoop ik dat ik met die muis, ik denk dat ik daar even de hulp bij, want ik sta hier een beetje vreemd. Als ik eerst eventjes op bovenste, ja. Nou, jullie zien het hier ook, tenminste ik probeer het even duidelijk te maken. Dit is een foto die ik heb gemaakt in Londen en bij Selfridges. En dat is dus in de etalage van Selfridges, dat was in 2019, toen was het net nog voor corona. En het was een shoppingtour en daar zie je dus inderdaad dit beeld. Dat was gewoon op een plat scherm, zeg maar. En daar kwam dus inderdaad die persoon zonder hoofd, maar dat kledingstuk kwam naar je toe lopen.
Nou, dat was het begin, dat was natuurlijk al een tijdje bezig, maar we zitten nu, hè, we zijn nu in 2022 en dat gaat ongelooflijk snel, die ontwikkeling. En als mijn geweldige assistent nog heel even de video aan wil zetten, de YouTube. Nee, dat gaat niet, we hebben geen internet. Oh, dat is jammer. Nou goed, dan eigenlijk is dat dus inderdaad zo dat er zijn, en dat is ook een Nederlands bedrijf, misschien heeft u wel eens van gehoord, de Fabricant. Zij zijn echt pionier in het maken, eigenlijk het ontwerpen van kleding, die je dus ook dan inderdaad kunt kopen en die je dan in jouw virtuele wereld gaat aandoen. En dat is echt een enorme, dat zijn die NFT's, heeft u misschien ook wel eens van gehoord. Dat zijn die, dat zijn zeg maar digitale eigendom heb je dan van een bepaald design. En je kunt dan dat kledingstuk kopen en dan kun je dat aandoen, ja, in je virtuele wereld natuurlijk. En dat is echt een enorme business aan het worden. En ook trouwens ontwerpers die natuurlijk ook ontwerpen voor alle games. De hele wereld is al een beetje in een soort gamification bezig. En ook daarin moet natuurlijk kleding worden ontworpen. Dus eigenlijk zien we ook in onze opleiding, althans daar zijn we aan het over nadenken, dat we hebben aan de ene kant zie je een richting gaan naar juist handmatig craft. Helemaal naar echt vakmanschap in de zin van wat je met je handen en met allerlei tools, hè, fysiek kunt doen. En aan de andere kant zie je eigenlijk een enorme ontwikkeling op alles wat natuurlijk digitaal en zeg maar technology ook, hè, ontwikkeld wordt. En je merkt echt dat we daar nu ook in mode werkelijk heel veel ontwikkeling zien. Zoals gezegd, ik heb het een beetje, althans, ik heb in dit geval mijn presentatie ook echt gericht naar hetgeen wat wij gedaan hebben voor Gouda Maakt. En deze foto kreeg ik deze week ook door van Maud. Altijd heel fijn om meteen te zien wat Andy Shaw ook die dag allemaal had gedaan. Nogmaals, ik denk dat we, ik vind het heel mooi uitzien zelf. Ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben. En ook dat we zo dit met elkaar kunnen delen. En ik denk dat ik het dan hier ook maar even bij laat. Want ik kan echt heel veel dingen gaan vertellen, maar dat is helemaal niet de bedoeling nu. Dus bij deze, maar misschien heeft u nog wel vragen. Je is meteen heel stil van de... Ja, oké. Okay. Ja, nee, inderdaad. Oh ja, sorry. De vraag is inderdaad of die verschil, hè, die verscheidenheid aan culturele achtergrond die onze studenten hebben, of we dat terug kunnen zien. Nou, ik denk dat laten we zeggen, ik heb niet meteen nu zeg maar dat ik kan zeggen van nou, hè, dat item zo en zo. Maar we hebben wel, en dat is misschien wel mooi om even aan te halen, we hebben afgelopen jaar, dus zeg maar in dit schooljaar, hebben we ook een periode, we hebben al lesperiodes natuurlijk van 10 weken, hebben we rondom Global Wardrobe gedaan. Dat was overigens een expositie in Den Haag, in het Kunstmuseum, een hele mooie expositie over inderdaad kleding. Want we weten, denk ik allemaal wel, hè, dat kleding door alle eeuwen heen, ook door de VOC en noem maar op, heel echt de hele wereld is eigenlijk naar Nederland gekomen. Dat is niet trouwens alleen Nederland hoor, dat is een hele uitwisseling natuurlijk over de hele wereld. En dat is echt prachtig. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook in deze tijd het besef van laten we eens even stof tot nadenken. Hè? Laten we nog eens even goed kijken van hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan. Maar goed, die expositie die liet dus zien door de tijd heen al die prachtige invloeden van kimono's en van Chinese gewaden en van de batiks en de blokprints. En dat was eigenlijk een hele mooie aanleiding voor ons om aan onze studenten ook, hè, te zeggen van nou, de Global Wardrobe, laten we eens teruggaan naar je roots. En dan je roots
wel echt gerelateerd aan die kleding die er dan bij hoorde. Dus wij vroegen ze, maak een mindmap. Hè? Ga terug en maak een mindmap van, nou, waar, wie ben ik? Jij bent dan in het midden en familie en zo. En dat was aanvankelijk, maar de best wel, die zeiden van, ja, maar dat heb ik helemaal geen zin in. En die familie en dit en dat. Dan komen dan echt soms hele bijna chockerende reacties. Maar als je dan weer verder met ze gaat praten en ook echt inderdaad dingen laat zien. Ik had die ook voor mezelf gemaakt. Dat helpt ook altijd. Dat je laat zien dat je zelf ook natuurlijk, laten we zeggen, je misschien zo kwetsbaar opstelt. Hè? Zo ervaarden ze dat eigenlijk. Uiteindelijk werd dat heel interessant, want ze gingen uiteindelijk toch met hun oma of met hun tante of met hun moeder. En na 10 weken hadden we allemaal prachtige kledingstukken uit Turkije en uit Marokko en uit Syrië. En heel erg ook die verbinding eigenlijk met die oma's, die ook helemaal blij waren natuurlijk dat hun kleindochter daar ineens interesse in had. En vaak wisten ze dat helemaal niet van elkaar. Dus met andere woorden, ik vind dat echt zelf ook persoonlijk heel belangrijk. Want ik ben de hele wereld altijd gereisd en altijd zo die rijkdom ervaren zonder materieel geld per se. Maar juist eigenlijk vanuit dat. En op dit moment misschien dan toch nog even ook, want dat is dan toch ook wel weer heel mooi om mee te maken. Een aantal van onze studenten, we hebben Irene natuurlijk gevraagd, maar we zijn nu met 10 studenten. Doen we mee aan het best wel een prestigieus borduurproject. We wisten niet dat het dat was. We wisten dat het Textielmuseum een borduurproject ging starten en of wij geïnteresseerd waren. Nou, echt, ik ben een ongelofelijke fan van borduren en zo belangrijk ook. Dus wij zijn dat gaan doen. En wat bleek nou? Wij borduren op dit moment mee aan de koninklijke gordijnen. Maxima doet zelf ook mee. Dat wil zeggen, niet bij ons. Maar de gordijnen van het paleis moesten hoognodig na 250 jaar, waren ze een soort van verpulverd. En die komen nu inderdaad in oktober, komt de expositie. We zijn nu echt, as we speak, zijn we met de student aan het borduren. Er zijn nog 14 andere borduurcommunities. En toch wel weer heel bijzonder. En dat vind ik zelf wel heel, dat vind ik dan toch wel weer, dat ik denk van, nou, dat krijgen we in ieder geval voor elkaar. Maar wel met heel veel doorzetten enzovoort. Maar het is heel mooi. Ook daar komt namelijk weer die cultuur voorbij. Dus met dat borduren ook. Ja. Oké, nou, dank jullie wel. Fijne avond verder. Ik heb eigenlijk ook nog een vraag. Ja, dat is meer een vraag inderdaad richting de toekomst. Of ja, zoals het nu is. Ik ben dus zo benieuwd, kan dat naast elkaar bestaan? Dus dat je zegt, ik ben heel bewust en ik wil juist dat het lokaal gemaakt is. Of van producten die goed zijn. Of ik koop iets tweedehands, want ik wil niet iets nieuws kopen. En daarnaast de wereld, de virtuele wereld, als ik... Ik wil toch ook virtueel dingen doen. Bestaat dat naast elkaar of zijn dat twee verschillende mensen die dat doen? Nee, nou, ik denk dat sowieso is eigenlijk voor beide wordt er nog erg gepionierd. Want je merkt gewoon dat heel veel mensen, en dat is ook logisch, hè, dat lastig vinden om te vinden. Dus zeg maar zowel hè, het, laten we zeggen, het hele duurzame met de nieuwe fibers enzovoort. En dat ze dat ook begrijpen. Hè? Nogmaals, dat weet Patrice natuurlijk zelf ook heel erg. Hè? Heb je net ook verteld van wat is de waarde van dat vezel? Nou, dat is best wel. Dat gaat best wel ver voor consumenten om dat te snappen. En anderzijds, die virtuele, dat is eigenlijk, aan de ene kant wordt er natuurlijk wel gezegd van al die batterijen, dat is eigenlijk heel erg slecht. Ik bedoel, dat hele verhaal van het maken digitaal, dat is eigenlijk helemaal niet duurzaam, maar je hebt natuurlijk geen waste, je hebt geen afval, je hebt niet al die zaken. Dus ik persoonlijk denk, ik zeg altijd van... En dat breng ik ook echt studenten bij, want dat was ook echt wel een cultuurshock bij ons. Zo van, onze studenten, ja, die weten eigenlijk alleen, ja, die denken gewoon aan fast fashion. Die denken gewoon aan iets van 2, 5 of 7 euro. Maar dat zijn we echt aan het veranderen. En je merkt wel dat ze daar wel echt open voor staan. Maar persoonlijk denk ik echt altijd van... De bewustwording voor mensen, voor de waarde van wat ze eigenlijk willen dragen en wat ze ook kunnen dragen. Dat is eigenlijk wat telt.
Hè, en dan moet je natuurlijk ook nog soms geholpen worden waar je dat kunt vinden. Dat is natuurlijk wel weer een ander ding. Maar het kan juist heel goed samengaan. En je merkt wel echt nu dat textiel staat heel erg in de belangstelling. Dus niet zozeer per se voor, laten we zeggen, de maatschappij aan zich. Maar wel als je verder vooruit kijkt. En ook waarom? Omdat het natuurlijk een grondstof is. En met die geschaarste in grondstoffen. En aan de andere kant kun je heel veel doen met textiel. Gewoon het weven enzovoort. Ook, dus niet alleen voor kleding, maar ook voor andere toepassingen. Dus kortom, ik denk dat het ook een heel prachtig, mooi maandthema nogmaals is. Heel goed dat jullie dat uiteraard ook hebben opgepakt. Want dat verdient echt heel veel aandacht. En dat doen jullie bij deze. Dus echt waar. Ik vind het echt een applausje voor de dames die dit allemaal hebben gedaan. Ja, absoluut. Nou, dankjewel. We gaan nu naar het dessert. Dus dat mogen jullie gaan halen, toch, Maud? En dan gaan we over naar de laatste spreker, Tjeerd.